Oeh, gasten, de King 77 en al hier met Battlefront. Star Wars Battlefront natuurlijk. En ja, toen ik wat gespeeld de game en ik moet zeggen, ik vermaak me echt uitstekend met deze motherfucking baas van een game. Je ziet die gameplay, dat is op Blast, Dune Sea Exchange. Blast is gewoon Team Deathmatch eigenlijk. En ik speel dus op Dune Sea Exchange. Klinkt heel raar, de maps zijn eigenlijk een beetje een rare naam, maar dat komt ook gewoon Star Wars. Het heet niet gewoon Fringe of ja, het heeft gewoon iets ingewikkelder naam. Vaak meerdere woorden, dus niet gewoon één woord, hè. Zoals bij Call of Duty zie je vaak gewoon echt een map, heb gewoon een naam en het is gewoon één woord. Die gaat trouwens helemaal los meteen op hun spawn en ik moet zeggen dat ik ook wel lekker ga. Mijn ratio is nu toe iets van 1.7, 1.8, dat is best wel goed voor een begin van een game. Ik heb alleen maar solo gespeeld, ik was de enige in Nederland ongeveer die hem had. En dus ik speelde op een Amerikaanse server en dat is niet eens laggy, helemaal niks. Ik moet zeggen, ik heb gespeeld nu toe en de journey is ook echt fantastisch. Op het moment dat je de match ingaat, je gaat dus een match zoeken, dan kan je eerst op X drukken. PlayStation is een vierkantje op de Xbox One, druk je op X. En dan kan je zeg maar de map uitkiezen, welke map je wil. En dan word je bijna altijd in een server gegooid. En 90% van de keren word je in een server gegooid die gewoon de wedstrijd is net begonnen of nog niet begonnen. Dat kun je ook een beetje zien aan of mensen erin zitten en zo. Dan kan je dus echt gewoon elke keer eruit gaan en elke keer weer dezelfde map spelen bij spelen. Een paar keer gedaan, want dit vind ik by far de leukste map tot nu toe. Al zijn alle maps eigenlijk wel leuk tot nu toe. Er zijn er 8. Je hebt totaal 10 maps of 12. Nee, 10. Als je geen season pass hebt, heb je 10 maps. Maar je kan er bij Blast 8 spelen. Ze hebben dus sommige maps die zijn wel voor een bepaalde game mode, sommige voor een bepaalde game mode niet. En hier zijn die power-ups die je pakt, die zijn ook wel leuk. Dan krijg je turrets, je krijgt soms een soort lightning strike-achtig ding. En ik heb altijd pech dat ik alle shit dingen krijg. Behalve een soort thermal, ik weet niet precies hoe het heet, een soort explosie ding. Dat is een soort granaat, maar als je die gooit, dat is zo vet. Dan komen ze naar je toe, je lokt ze naar je toe. Je gooit het ding snel en ik had een keer een triple kill ermee. Dat is wel echt epic om even te doen. En dit is echt de rush map, de kleine map. Het is ook echt een hele korte match altijd. Je ziet ook hoe snel het gaat. Gaat het de 100. Ik maak hier 16 kills. Ik speel 16-6. En dan heb iemand nog meer kills. Een jongen boven mij die heeft 23 kills. Maar ik ben heel vaak MVP geworden. Het wordt soms wel in het tweede potje. Ik zie, ik heb nog een potje achteraan gezet. Achteraan gezet, klopt wel. Waarin ik MVP word. Dat is dan op de map van de beta. Sulphur Fields. En daar ging ik ook lekker. Maar dat is meer om te laten zien. Daar had ik net mijn, bij level 13, had ik net mijn Thruster Pack. Nou, het heet een jumpsuit. Heet het. Al had die ook in de beta al bij level 4 of bij level 5. Kreeg, of level 5. Dan kan je springen. En het maakt de game wel 10 keer vetter. Dan kan je dus, ik heb nu dus met mijn abilities met LB en RB kan je abilities doen. Links bij LB zit nu mijn pistool en rechts RB zit mijn granaten. Straks heb ik dat omgedraaid geloof ik. Dus gewoon met LB mijn granaten. Met RB gebruik je dus je thruster pack, je jumpsuit. Dat kan je dus, je ziet dat je moet regenerate. Je moet het opladen. Als je het gebruikt is je energie even weg. En dan kan je met, ik heb niet eens een extra card gebruikt nu. Dan kan je dus zorgen dat bijvoorbeeld je energie sneller weer aanvult. Wat ik ook ga gebruiken. Dan kan je vaak kan jumpen. Vaak je granaten gooien. Dat soort dingen. En je hebt nog meer dingen, je hebt nog meer abilities, waardoor je bijvoorbeeld tijdelijk betere aim hebt, tijdelijk exploding bullets hebt en zo. Het is gewoon echt heel uitgebreid, de game eigenlijk. Want we zeiden bij sommige reviews, de game is niet zo uitgebreid. Nou, de game is best uitgebreid en de game is, vind ik, echt waar, fantastisch. Het is gewoon helemaal niet frustrerend om te spelen, het is helemaal niet gecampt. Camp heb ook geen zin, zoals je ziet links onder in de radar, die niet altijd in beeld is, maar als je bepaalde campacties uithaalt, dan is de radar even weg. Ook als je inzoomt, geloof ik, met je geweer. Maar hij is iedereen is continu zichtbaar. Je ziet op een radar nu die rode puntjes. Niet van het moment dat ze schieten. Het is gewoon het moment waar ze zijn. Dus al doe je niks, je bent continu in beeld eigenlijk. Je continu zie je waar de mensen om je heen zijn. En dat vind ik op zich een heel goed iets. Tenminste, zover ik weet. Misschien dat het anders is, dan moet je me even corrigeren. Het kan best zijn dat bijvoorbeeld wel dus gewoon je was in beeld en schiet. Maar voor mijn gevoel ben je gewoon altijd in beeld in deze game. Ik heb er verder ook niet in verdiept. Ik ga gewoon alles op eigen ervaring doen. Niet bij andere YouTubers kijken. Gewoon op mijn ervaring. En kijken wat ik ervan vind. En dat je gewoon niet een mening vormt. Of dat je dan te veel tips krijgt. En een overpowered wapen al meteen maar gaat spelen. Ik speel met dit wapen toevallig. Ik heb eigenlijk niet eens het meest deze gespeeld. Want in mijn live video gisteren had ik ook al met dit wapen gespeeld. Maar het was toeval. Want ik heb niet eens lang niet het meest met dit wapen gespeeld. Maar ja, het is dan gewoon is even niet zoals het Olaf zou zeggen. Het is dan even niet anders. En verder moet ik gewoon zeggen dat dit ja, ik wil zeggen, een fantastische game. Heb je hem niet gehaald? Ik zou hem halen. Ik heb hem op de One. Je kan ook zeggen, ik doe hem op de Fruits, dit ding, Turner, ding trouwens, die je net zag. Je kan hem ook zeggen, ik doe hem gewoon op de PlayStation 4. Dat maakt maar reet uit. Voor mij is hij iets mooier dan de PlayStation 4, maar het verschil is minimaal. En als je kan kiezen voor consoles, kies ik nu soms voor de mooiste. Zoals bij Black Ops 3, die ik allebei heb, maar ik speel hem op de PlayStation 4 meer. Omdat ik gewoon het beeld mooier vind en de game speelt daardoor prettiger. Het loopt gewoon soepeler. Maar als het niet zoveel uit, maar als het niet zoveel verschil is op deze game, dan kan je ook zeggen, ik pak de lekkerste joypad. En ik vind de controller gewoon veel lekkerder van de One. Dus ja,
Dus dat is voor mij de doorslaggevende factor geweest. Maar ik denk dat het eigenlijk een reet uitmaakt waar je de game op speelt. Of je dat de One speelt op PS4. De game loopt gewoon fantastisch. Fantastische engine. De graphics zijn zeer smooth. Super mooi eigenlijk. En natuurlijk op de PC is het nog mooi. Ik ben een PC, ik heb de PC-versie haal natuurlijk gewoon. Maar ik ben totaal geen PC-gamer. Dus mij gaat het totaal niet, is het totaal niet aan de orde. Ik switch nog even naar de gameplay waar ik het net over had. Op de map van de beta, zo noem ik hem eventjes. Want hier bij de beta had je ook dus deze map. En ik ga hier ook helemaal los. En dan kan je gewoon even, kan ik gewoon even laten zien hoe dat speelt met die jumpsuit. En ik haal hier zo'n 20-8, best een goede score. Dus ik zeg, mijn ratio is gewoon 1.7, 1.8. Dat is echt wel goed voor een game die ik alleen maar solo gespeeld heb. En die net uit is. En dat betekent dat je ratio normaal, of als je met de groep gaat spelen, omhoog gaat. Dat betekent dat ik hier dus om een 2.0 ratio kan halen. En dat is echt wel goed voor een game waar je dus geen killsticks hebt. En geen, ja, of niet zo even 80 kills. Als jij hier met een pram met een potje TDM, maar ook met een potje Dropzone, wat ik ook graag speel. Dat is met die pots die aan mijn landen, die heb ik ook een paar keer gespeeld. Als je 20 kills hebt, heb je echt een goed potje. Dan heb je het echt goed gedaan. Gewoon, als je 20-8 hebt, 20-6, echt een hele goede score. Want je ziet dat 10 deathmatch spelen met z'n 10, 10 tegen 10. En dan heb je hier al maar eentje, dus 20 kills. Dan heb je echt een heel goed potje gespeeld. Natuurlijk, vooral met een wapen die het minste range hebt. Dit wapen, behalve de shotguns die je ook hebt. Maar voor normale blasters heb dit pistoltje het minste range. Maar ik ga er gewoon helemaal los. Mede door mijn goede gejump, goed getimed. Kijk hem eens even helemaal los gaan. Nou, dus Star Wars Battlefront gaat gecombineerd de shooter worden met Black Ops 3 samen op mijn kanaal. Omdat ik gewoon dat een fucking vette game vind. En ja, het is gewoon super next gen. Super vet sfeertje van Star Wars. Super vette muziek. Ik ben very fucking happy en erg blij met deze game. Thanks for watching. En ik zou zeggen ook, like the motherfucking shit. Biatch.